Neemt hij al? Yo, gozes. Welkom bij een nieuwe commentaar van Voor ons in 2009, Justice Master Junior en Justice Master. En we hebben een speciale gast, Anja uit onze klas. En nou ja, zeg maar wat. Hi. Hi. Maar Anja zit dus bij ons in de klas. En we hebben hier dus twee achtertoontjes. Maar ook maar twee Nederlanders. Ja, maar jij bent een halve achtertoon. Oké. Nou, eigenlijk helemaal niet hoog. Maar je moeder. Ja, maar kijk, ik ben eigenlijk moeder. Ook Nederlands, maar... Ja, maar jij bent wel in de Frankrijk geboren. Hij is ook echt in Nederland geboren. Maar... En buiten is het sneeuwtjes met de gambas. Ja, met de gambas. Met de gambas. Robert Kranenborg. Maar laten we nu wel een foto van Anja zien. Met de pijpmond. Hou je bek. Maar voor de rest, we kunnen het over hebben. Oh ja, de gameplay. Nou, hier is. Ja. Oh, wil je trouwens leuke comments zetten? Dat is gewoon leuk. Ja, zet maar een comment over wat je vindt van Anja. Nee, niet wat je van mij vindt. Gewoon jawel. Doe ook mij. Doe mij wel. Ik ga de keihard afkruiden. Dat is niet leuk. Ja, dat is echt niet leuk. Maar dat gebeurt niet. En anders dan... En ik heb geen pijpmondje. Dus Sander of Joni of wie dat ook kijkt, gewoon hou je fucking kutzak. Ja, gamers zijn heel aardig hoor, Anja. Ja. Gamers zijn echt wel aardig. Of ze zijn als Justin. Als ze tenminste... Als hij een keer van achter wordt genomen. Oh! Domes. Domes, ja. Domes. Maar vertel nog maar wat over de gameplay nou, kijk. Ik speel met een Galio Silenced. Slidervan Pro. Ghost Pro. En Hacker Pro. Ik met een Syntax. Volgens mij. Nova 6 Clash, maar dat weet ik niet zeker. En Claymore. En Killstreak zijn Blackbird, Chopper Gunner zie je hier. En nog een Gunship. Ja, ik heb Chopper Gunner daar net op een hele domme plaats gedaan, omdat ik mijn Blackbird eigenlijk wel inzette. Ik wist niet dat ik een Chopper Gunner had. Maar ja, Chopper Gunner reept wel hard, dus ja. Jungle is echt de map voor Chopper Gunners, ik bedoel, ze hebben maar hard. En ja. Chopper Gunners reepen. Ik heb ook nog een gameplay achterhand op Jungle, ging ook lekker met niemand die boeit dat! Oh, grapje. Nee. Oh. Nee, ik hou van je. Ja, Business Master Junior. Maar, we hadden het dus over dat kerstontbijt. In een andere commentaar hebben we dat misschien wel gezien. En ja, waren we dus met alle jongens in mijn huis gegaan. Maar daarna kwamen dus ook een heel stel meiden uit onze klas mee. En die gingen ook gamen. En Hanja wilde graag een commentaar met ons doen. Dus, ja! Daarom wil zij een commentaar doen, want ze wilden weten hoe dat gaat waarschijnlijk en zo. De meiden wouden ook wel een live, maar dat ging niet zo goed. Ja, ze hadden. Want we lieten ze ook spelen. Echt hele goede scores, 1 op 14 en zo. Ja. En hele leuke reacties. Ja, we willen daar live commentaars van maken. Dat lukt allemaal niet. En nu is Hanja als enige over. De anderen hebben allemaal 360 no-scope headshot gegeven. Ja, meiden kunnen echt schreeuwen, jongen. Ja, dan is ze daar zo. Ja, schiet hem! Ja, dat is daar! Terwijl ze eigenlijk op hun team aan te schieten. Ja, mooi. Ja, dat is maar, laat comment achter. Gewoon lekker een leuke comment. Het lijkt me eigenlijk best wel vet als meiden heel goed komen gamen. Ik heb nog helemaal niet gegamed, dus straks misschien als ik even... I back, joh! Ja, maar kijk, I rape. Gewoon ik jou kijken! Oh, kijk, hier heb ik mijn gunsje. Maar kijk, I rape kan goed gamen. Ja. We zijn best wel zoveel meiden die goed kunnen gamen. Ja, maar straks, niet dat het echt... Straks maar een gameplay van Hanja. En dan krijgt ze gewoon kanaal, krijgt ze gewoon 200.000 subs. Ja. Wacht, ik ga straks, even Black Ops spelen en kijken hoe... Wedden dat je zuigt. Hou je back, jij zuigt. Jij zuigt altijd al. Maar je bent een gatverdamme. Je bent echt een vieze neger hier. No. Maar neger. Wij zitten dus bij elkaar in de klas en zo. Ja, En wat vinden jullie van onze klas? Doe dat even niet. Het is echt de grootste klas die je ooit hebt gehoord. Gehoord. Ja, we zijn maar met z'n 15 in de klas en ze zijn echt serieus de meest luidruchtigste klas van de school. Ja. Zijn allemaal een beetje gek, een beetje gek. Joni en Shane en zo, die zitten ook allemaal in, die hebben jullie allemaal. Julia altijd aan het lachen met Kim. Ja, hyper smurf. Ja, we hebben echt een paar mensen die zijn echt kapot hyper. Ja, maar zoals hij. Maar er is één hypergozer die niet meer er is. Thijs.
guys. En ja, die is naar HAVO gegaan omdat hij... Ja, hij is gewoon te dom om te poepen. Ja, hij is gewoon te dom, gewoon te dom om te poepen. Nee, maar laten we het even over gamen hebben, niet over jullie klas. Nee, waarom zouden we? Ja. Nee, maar misschien zijn ze toch geïnteresseerd. In de klas? Oh. Onze klas is wel leuk dus. Ja, en er zijn heel veel aardig wat mensen die betrokken zijn bij commentaar gezet onze klas. Dus, Zoals Hania. Ja, ik speel ook heel vaak met Thijs, dus misschien zou je hem ooit wel eens tegenkomen. En met Roderick. Hey, Roderick. Roderick heeft bolle wangen. Ja? Die ken jij niet. Dat is zo iemand. Hij woont vlak bij Thijs, jongen. Ik weet niet echt waar die woont. Ja. En Daxem. Daxem is er niet bij, Daxem. Alweer niet. Het zal de tweede. Ja, want we hebben het eigenlijk op dezelfde dag opgenomen. Het zou kunnen dat we deze veel later een keer posten. Dat we deze achter de hand houden. Joni's ding gezien. Justin Bieber. Ja, dat hebben ze gezien, ja. Ja, die is echt vet. Er zat echt een bom van reacties, hoor. Als je het niet hebt gezien, moet je het echt even kijken. Nee, het is er al Joni kan echt... Echt? Ja. No. Hij heeft het op privé gezet. Ah, kom op. Jezus, wat een kut gewoon. Maar Daxam is het dus niet. Julius gaat dit weekend wel opnemen met hem. Heel veel, waarschijnlijk. Maar, En een gameplay van mij komt ook nog. Ja. Maar in de vakantie gaan we wel heel veel doen. Alleen, als school weer begint wel minder. Want ik ben alleen in het weekend bij Tim. En dus dan zouden we eigenlijk in één weekend heel veel moeten opnemen. En dat is een beetje raar. Maandag tot vrijdag komt er niks van Justin Master en Justin Master Junior. Want we zijn op vakantie naar Spanje. Ja, dus dan wordt het op dit kanaal van mijn Tim alleen maar. Oh nee, en Joni. Nee, maar Joni zit in weer. Dus gaat oh ja, Joni ook niet. Nou, mijn Tim dus alleen maar. Nee, dat kan ik erbij. Ja, fuck you. En dan gewoon... Fuck yeah. Ja, joh. Nou, Ik wil je gewoon fucken. Ja. Nee, gaat niet zich doen. Nee. Kijk, in mijn gameplay maak ik hier een fucking mooie quiz. Ik speel best wel defensief eigenlijk. Ik ben niet echt zo'n shaggy de rugje. Camper. Nee, ik ben ook geen camper. Want kijk, je ziet me niet op één plekje blijven. Ik blijf ergens. Ik kijk misschien een paar kills en dan doormoven. Ja. Net als kunstverhaal hier. Ja. Camp, kill, move. Ik ga echt pissen, ik ga even op. Doei! Oké, doei, ja. Dus, zij is even pissen. Met de pijn. We kunnen even serieus over gamen praten. Ja, en nu schaam ik me minder, want ik bedoel een meisje. En, jullie zijn wel een beetje stoer voor de meisjes, hè? Tuurlijk, ik ben stoer. Not, kijk, je bent 9. Ga met je haar uit. 9. Met mijn haar uit jouw haar. Kijk, hier, dit vond ik echt heel dom. Ik raak die gast echt super vaak. Hier, ik weet het zeker. Maar ik was meteen al dood. Nee. Heel stom. Maar het maakt niet uit. Ik heb zin in een koekje. Nou, wil ik een koekje voor je halen, jongens? Ja. Ik race wel naar beneden. Oké. Okay. Zijn we. Maar ik ben met de Blackbird. En ik vind de Blackbird echt heel fijn. Ik zou het echt aanraden aan iedereen. Blackbird en dan Chopper Gunner sowieso. Ja. En dan honden of gunship ligt eraan. Honden kunnen repen. Meestal niet. Een gunship is gewoon heel veel meer kills. Maar ook met honden kan je dus zorg ook wel voor de kills en dan kan je zelf weer opnieuw een killstreak bouwen, dus dat kan ook wel anders zijn. Ja. Maar ja, dat is je eigen mening. Dat, ja. En Blackbird is wel echt handig als je met een paar mensen in de party zit ermee te speelt, dan krijgt er één, krijgt weer dan Blackbird en dan Blackbird op Blackbird op Blackbird. En zoals ik en Justin en zo en dan om ze weer een Blackbirdje is altijd wel leuk, hè? Maar hier was ik er niet bij deze gameplay. Nee, hier was ik met Roderick. Tenminste, ja, volgens mij wel. Ja, Roderick. En Roderick heeft een heleboel wangen en is blond. Ik ben ook blond. Ik weet hem gewoon. Roderick is stuk. Maar daar is Micha. Hij heeft een koekje. Yes, ik heb een koekje. Dus, hoe lang duurt het nog, joh? Oh, jezus, volgens mij... Wacht even. Ik ga even kijken hoe lang dit nog duurt, want we lopen hier een beetje dood. Het duurt nog wel even, hoor. Maar bijna klaar. We kunnen erover praten. Nou, het zou fijn zijn trouwens als jullie in de commentbox een keer wat reacties achterlaten met waar we het over moeten hebben. Wat jullie graag willen horen. Wij weten echt niet waar we over moeten praten. Ja, gewoon een beetje met de gameplay. Maar met de gameplay alleen kom je meestal niet 10 minuten lang, of 10 minuten rond ongeveer. Nee. Dus, behalve als je dan zegt... Maar ik bedoel... iemand, je wil gewoon chips te vreten, man. Jezus. Ik wil een koekje. Ja, ik wil het. Maar oké. Maar we willen ook wel over meer random shit gaan praten en zo. Dat is altijd wel leuk. Zijn nog steeds zo? Ja, natuurlijk. Dus er zijn veel te weinig comments met
die comments waar je eigenlijk waar we iets aan hebben. Er zijn heel veel comments die eigenlijk nergens op slaan. Eigenlijk geld. En, of gewoon zeggen van, ja, goed gedaan, mooie commentaar of zo. Ja, of juist dat je tips geeft van wat we beter kunnen doen. Want het is allemaal zo... Ja, weet het, zijn bij, per filmpje zijn er maar iets van 3 comments waar we echt iets van kunnen... Waar we echt iets van kunnen leren. Waar we... Ja, waar we echt iets aan hebben. Bijvoorbeeld de snif die geeft hele goede reacties. Wat je nog beter kan doen en dat soort dingen. Ja. Maar waar kunnen we over lullen? Nou, wat zijn... wat vind jij de fijnste plekjes op deze map? Op jungle? Ja, ik vind het fijn om bij dat ene gebied... waar is het in de buurt? Volgens mij bij B. Weet je, dan bij dat bruggetje, daar heb je dat huisje. En daarachter dat huisje heb je, zal ik maar zeggen, als je daar uit het huisje komt, heb je rechts zo'n brug. En ik vind het fijn om daar achter een paar tonnen te zitten bij die brug. Dat vind ik een hele fijne plek, dan kan je die hele brug overzien. En het gebied waar je nu in loopt vind ik ook wel heel fijn. Ah, nee, wou ik nog net mijn laatste kill maken, 50 op 10, maar 49 op 10. Ik hoop dat jullie het goed vinden. Anders, pech gehad. Maria, zeg er even doei snel. Doei! Ja, comments zetten, leuke, nuttige comments. Ja, doei! Adios! Doei!